Familie van den Bosch, wat gaan jullie precies doen? Ja, we laten ons verrassen vandaag. Wel een leuke happening zo, op verouderen. Er is een drive-thru waar allemaal dingen zijn om te doen. Je moet nog maar afwachten, hè, wat er allemaal is. Ja, wij weten het ook niet. De donateur, de kaart is ingeleverd. Heel mooi. Nou, even bij jullie gezondheid. Iemand klachten van hoesten, verkouden, benauwd koorts. Verkouden. Verkouden. Oh! Hatstaaf. Ja. Anita van het Oranje Comité. We staan tussen een hele drukte hier op het Mariumpleinhof. Dat weet ik al niet meer precies, maar dat maakt niet uit. Er is hier van alles te doen, ondanks de corona. Wat hebben jullie georganiseerd? We hebben een drive-thru georganiseerd, waar dan al onze donateurs kunnen dus met de auto langs bepaalde attracties rijden. Kinderen mogen grabbelen, hengelen. Er is popcorn, er is een suikerspin. Voor de mensen, voor de ouders is de koffie met een lekkere tompoes erbij. Nou, kortom, er zijn paarden. Er is dansschool Bruinewoud, die doet optredens. Nou, het is gewoon super gezellig. Het weer is mooi. De bedoeling is dat de kinderen cadeautjes gaan hengelen met de hengel vanuit de auto. Het is heel coronaproof. Ja. Dit was dus nu wat mocht. Ja, dit was eigenlijk plan B. Ja, we hadden een plan A en we hadden een plan B en dit is plan B geworden. Nou, volgens mij is plan B een ontzettend succes aan het worden. Nou, dat denk ik ook. Ik hoop het tenminste. En ik hoor hele leuke reacties van de mensen allemaal. Mensen vinden het superleuk. Dylan, jij ziet er heel stoer uit. Wat gaan jullie doen hier? 3-3 toernooi. Eerst gaan we allemaal tegen elkaar spelen. En dan gaan we finale spelen. En ja, zo hoort het eigenlijk. Ja. Oeh, ja. Ja, buitenspel. Wat vinden jullie ervan? Nou, ik moet zeggen, ik kom nu net aan, dus ik heb er weinig van gezien nog. Wat tot nu toe? Het is natuurlijk helemaal leuk opgezet. En we kwamen vanuit huis hier naartoe. Allemaal leuke kraampjes bij iedereen op de oprit. Nou, dat is natuurlijk al leuk. Vind jij het ook leuk? Ja. Ja, geloof. Je bent al helemaal mooi, oranje haren heb je. En ik zie ook een oranje shirt. Ja, ik mag niet te dichtbij gaan komen, hè? Zometeen gaan ze hun eerste competitiemix dansen. We hebben natuurlijk een gek competitiejaar. We hebben namelijk een wedstrijd gepland over een maand. En dat zo werd misschien net als hier een drive-thru wedstrijd. En vandaag gaat ze voor het eerst laten zien. Wauw. Maak het op. Je ziet echt van alles te zien. En dan zie ik net een heel mooi versierd paardje. Paarden van... Het is Charlotte. En iets met TikTok. Heb je vragen? Nou, die heb ik zeker. Bij wie kan ik zijn voor de vragen? Bij jou. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben Charlotte en ik heb een TikTok-account. Dat is Paardenfem. Daar hebben we momenteel 12.000 volgers. 2 miljoen views. Dus dat gaat wel lekker. En ja, wat doen we daar eigenlijk? Maken we daar elke dag video's. Sommige zijn heel grappig. Het gaat allemaal over paarden. De ene keer is het heel grappig, dan is het heel serieus. Dan maken we een toneelstukje. Ja, en gaan ook heel veel live. En kinderen die kijken dat en die vinden dat hartstikke leuk. En wat gaan jullie nu doen? Want ik zie, hoe heet het paardje? Ja, nou dit is Baloo. En Baloo is een pony, die hebben we meegenomen. En Baloo die wordt geverfd met vingerverf. Charlotte, wat gaat hier gebeuren? Nou, we zijn nu aan het springen met de paarden. Je hebt dressuur en je hebt springen. De bedoeling is dan eigenlijk dat je recht op de hindernis af komt rijden. Meestal in galop. En dan ga je er overheen. Maar dat betekent zeker niet dat het paard alles doet. Want je moet zelf goed de controle houden over het juiste tempo. En dat je er recht aan komt rijden. En dat je na de sprong ook weer recht blijft rijden. En de hindernis staat momenteel, ik denk, op zo'n 80-90 centimeter. Ja. Er zit wat anders in het.
Niels, een oude bekende van ons. Ja, wie heb jij op je hand? Jan, kijk me een beetje aan van. Je kunt er wat van. Jan is een Australische ijsvogel, beter bekend onder de naam Kookaburra. In Australië een hele populaire vogel, maar ook heel erg gehaat. En dat komt door het geluid wat ze produceren. Oh, wat voor soort geluid produceren ze? Nou ja, hij heeft het vandaag al heel vaak gedaan en hij begint het wat moeilijker te doen. Maar ik ga kijken of ik het jullie kan laten horen. Ze worden namelijk lachvogels genoemd. Jan. Nou, nu weet je waarom. Hey, dan kijk je naar een hele grote vogel, hè? Tess. Hoe vind je die? Mooi. Ja, ben je niet bang voor? Ja, dat kun je niet uitproberen. Nee, we gaan die uitproberen. Nee. Ja. Opa heeft duifjes, hè? Oh, heb je die wel eens vast gehad, duifjes? Kleine. Grijp nou mijn kansen. Ik ben gek op suikerspin en het lijkt me zo... Makkelijk of moeilijk? Weet ik zelf niet goed. Is het moeilijk? Nee, valt mee. Als je helemaal weet hoe het werkt. Ja, juist. En ik weet niet hoe het werkt, dus dan wordt het wel wordt een rare spin, denk ik. Nou, hey, ik moet een stokje pakken, dat is alles wat ik weet. Oh, wacht even. Wat dan heb je nou? Je hoeft niet helemaal langs de landen, gewoon in de midden. Oh, dat hoeft niet. Oh. Nee. Oh, kijk. Kijk die aan. Oh, ik ben straks een mop te eten, denk ik hoor. En uiteindelijk komen we bij iets heel leuks. Koffie! Wacht even, ja. Stak je maar even aan. Heb jij niks, Henk? Ja. Dankjewel. Oh, die gaat gewoon direct cadeautjes vissen. Hè? Wat goed! Ja. Hey! 4 jaar? Nou, dan gaan we eens even kijken. Oh, je hebt wat meerdere cadeautjes, zie ik. Je kunt die helemaal niet. Nou, ook een mooie roze.